Welkom hier op de Schaapskooi in Schijndel. Mijn naam is Kees Cornelissen. Ik ben hier een van de herders. En ja, we lopen hier in de wei tussen de ooien, want een vrouwelijk schaap heet een ooi, en de lammetjes. Waarom bent u met die schapen zo begonnen? Na mijn werkzame leven werd ik gevraagd om in het bestuur zitting te nemen en om in eerste instantie de PR en communicatie te verzorgen. En toen hadden we hier een herder die 25 jaar hier met de kuddes hier rond Schijndel gelopen heeft. Maar die man die werd zwaar ziek, kwam te overlijden. Hadden we geen herder meer. En ik heb altijd honden gehad, dus ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus ik werd door een ervaren man opgeleid. En na 3 maanden liep ik hier met de kudde in het Wijbosbroek en in de Smaldonk. Tegenwoordig is het ook altijd zoiets van, we gaan lammetjes knuffelen. Ja. Hoe zit dat precies? De afgelopen jaren konden we dat natuurlijk fysiek. Hè? Dan konden de mensen hier komen en dan kon men een lammetje uitzoeken. En dan kregen ze een geboortekaartje. En dan mochten ze dat lammetje een naam geven. En dan werd dat lammetje ingeschreven in het grote schapenboek. Maar nu, gezien de corona, kan dat niet meer. En kunnen ze digitaal een lammetje adopteren. Dus je gaat naar onze website en dan zie je meteen lammetje adopteren. Dan kies je er eentje uit. Nou, dan kun je via Ideal kun je €20 afrekenen en dan krijgt men thuis een geboortekaartje thuisgestuurd met de naam erop die men gekozen heeft. Even terug naar het knuffelen, want dat was tot corona was dat gebruikelijk. Kostte dat dan ook geld als je hier kwam knuffelen met een lammetje? Knuffelen niet, maar adopteren wel. Nou is het natuurlijk maar een bepaalde periode dat het lammetjes geboren worden, hè? Dat hebben we zelf ook in de hand. Welke periode is dat? Ja, wij stemmen dat hier af met stagiaires die komen uit Zwolle. Die volgen een opleiding voor dierverzorging. En hun stageperiode stemmen we altijd af met de geboortes. Dus dat was dit jaar eind september. Er zijn de rammen erbij gegaan. Dan worden de schapen in 5 verschillende weides gezet. Ver van elkaar. Hè? Want een ram die wil nog wel eens over een omheining springen. Maar dat mag dus niet, want wij fokken dus raszuiver. Ja. Nou, en dan is de draagtijd minus een paar dagen, plus of min, is ongeveer 5 maanden. Dus eind februari werden hier de eerste lammetjes geboren. En we hebben er nu momenteel 117. Ze worden dus niet hier geboren, maar in de stal? In de Vlaamse Schuur.